Ja, tot anders. Oh. Het is vandaag zaterdag. Ik ben er vandaag achter gekomen. Nou, net dat ik morgen wedstrijd heb. Ja! Dus ik moet morgen de paarden doen en allemaal andere dingen. Ik moet mijn theorie oefenen. Gelukkig doe ik dat samen met Elisa, want die moet het ook nog doen. Ik weet niet wat Blondie en ik vandaag hebben. Zij hangt het op me en ik weet het op haar. We zijn een soort stickers vandaag, of plakband, hoe je het wilt noemen. Dubbelzijdig tape? Zo noem je dat volgens mij tegenwoordig. We gaan er buiten uit. De lucht ziet er een beetje bewolkt uit. Dus ik neem de rode camera mee. Maar ik moet weer wachten. Dat is wat ik doe in mijn leven. Wachten. Het is nog niet klaar. Corona wacht ook. Oké. Daar is ze dan. Duurt even. Ik heb vandaag een wedstrijd. Ik moest Blondie startvlecht alleen even opnieuw maken. Want ze ging een beetje schuren. Waardoor alle hartjes helemaal heen en weer zaten. Ik word er meestal een beetje gestrest van als mensen me proberen te helpen tijdens de wedstrijd. Als ik al gestrest ben. Ik word een beetje gestrest. Nou, mijn doelen voor deze keer zijn... Blondie ho. Misschien iets meer contact. Op de letter rijden en rustig blijven. En Blondie is vandaag heel braaf. Ze vindt alles goed tijdens het knotten. Zo, die stond stil. Gaan we vandaag maar rijden, hè? Ja, rijden! Nou, Jutte Hul, waar staat Tompie weer een keer? Staat hem in roze en grijs en ze rijdt op La Diva. Tessa heeft daar de eerste keer een proefje op gereden, F1. Ik zal hem wel linken als ik het niet vergeet, anders kun je hem opzoeken. Protocol deed stom. Nou, wat er was... Kijk, geef maar even hier. Kijk, dit protocol heeft ervoor gezorgd dat twee mensen van de F4 voor mij moesten. Hier. Oh, er staat Miss Blondie, gelukkig. En nee, van de F4. Moet ik het tussen de F4's doordoen? Nou ja, ook niet erg. Oh, nou, mijn proef ging echt volgens mijn gevoel heel erg goed. Ik was zo erg blij dat ik het door de hele bak heen schreeuwde. En de jury keek me ook een klein beetje raar aan. Maar ik ben heel erg trots op mij en Blondie. Paps, wat vind jij ervan? Ik vind dat je het heel goed gedaan hebt, Blondie. Zo is die altijd. En jij ook, Tess. En bedankt, pa. Goed, oh, daar heb ik precies kriebel. Waar hier? Ja. Is naar links? Dankjewel. Nou, heb ik goed gedaan hoor. Dank je. Keurig. Is ook nog mijn kriebel weg? Zo, ik heb een proefje gereden. We hebben het niet allemaal gehaald. Ik wel. De winnaar die had 216 punten. En de tweede prijs die had 213 punten. De F12, de F8 en de F6 waren bij elkaar opgeteld. Wat zit je me aan te kijken? Dat heet in handicap. Ook in handicap heet dat blijkbaar. En de eerste prijs is gewonnen door Tessa Hoek. En de tweede prijs is gewonnen door Tessa Ottenhoff. Yay! Ik heb een beker. En een natte rozet. Ik heb Moa en Blondie laten zien. En Blondie heeft ontdekt dat je een rozet ook kan eten. Ik heb hem uit haar mond getrokken.
Vond je het lekker, Blondie? Volgens mij niet. Ze is heel veel hooi naar binnen aan het werken en heeft net ook wat gedronken. Dus ik denk niet dat het zo lekker vond. Dus ik ben super blij. Ik ben tweede geworden. Moet ik eerlijk zijn, ik heb mijn bel bij de FNRS volgens mij nog geen prijs gehad. En mijn Blondie al bij de tweede keer. Nou, komt al het harde werk toch van pas. Dus wij zijn heel erg trots op Blondie. Ik ben ook heel erg trots op mezelf. Zo, het is vandaag dinsdag. Ik moet nog even wennen, want ik had gisteren vrij van school. We zijn nu onderweg naar de manege, want we gaan lekker op buitenrit. Yay! Nou jongens, het is eigenlijk te donker om te filmen, dus we filmen de lichtjes maar. Maar we hebben keurig buiten gedraafd. Wij zijn eigenlijk een beetje te laat terug. En Loet is echt al... Je ziet Tess niet eens meer. Zelfs niet als ze heel dichtbij is en zwaait. Dus we gaan gauw naar staan. Nou, we zijn weer terug van buitenrit en het is nu ietsje dark. Dat konden jullie net ook zien. Het was ook best donker toen we erop zaten. We gaan nu naar huis toe. Dan zie ik jullie morgen weer. Goedemorgen. Het is vandaag woensdagochtend. En ik wil heel graag 's ochtends springles. Omdat ik dan weinig mensen in de bak heb. En Danielle die is op woensdagochtend in de gelegenheid om die springles te geven. Dus ik ga helemaal alleen mijn paard inladen. Hoewel ik net Kimmetje toevallig ook zag komen. Dus misschien dat hij nog wel tijd heeft om even een balkje erachter te doen. Maar dan ga ik dus met de boer on tour. Die zit hier al achter. Tadaa. Naar de Arkenhoeve. Alleen, dat is best spannend. Dat heb ik nog nooit gedaan. Maar goed, ik ga het doen. Ik heb thee meegenomen. Want ik vind het eigenlijk nog een beetje vroeg. Gelukkig is er nu een beetje licht. Het is 7:30. En normaal ben ik wel heel vroeg mijn bed uit, maar dan ben ik thuis aan het werk. En dat is dan toch net eventjes anders. Hè? Dus ik ga nu Verona halen. Ik had bedacht, jeetje, wat maak je er pijn ook van, dat ik ging filmen hoe ik Verona alleen in de trailer ging zetten. Dat is mislukt. De camera is uitgevallen. Verona liep gelijk achter me aan. Dus helaas. Maar het is gelukt. Ik heb haar alleen in de trailer gezet. Maar wat heb ik gedaan? Ik heb gewoon de ontbijt in de bakkie gedaan. Dat is het voordeel van deze trailer. Die heeft van die... Kijk, dat heeft, veel trailers hebben dat, maar deze heeft zo'n haakjes en dan kan daar de voerbak aan. En dan doe ik daar de ontbijt in. Dus dan heeft ze het veel te druk om weer achteruit te lopen. En ze vindt de trailer ook hartstikke leuk hoor. Dus op zich is ze ook niet echt een achteruitloper, behalve als ze er weer uitgaat. Dus nou, dat is alvast gelukt. Deze kan eraf. Ik ga de klep maar dicht doen, dan kan zij nog even de ontbijt opeten. Nou, klep dicht, we kunnen zo weg. Ik kan je af, dat is echt... koud. Ik heb handschoenen aan, maar ik heb zelfs mijn winterrijbroek van Montour aan. Ja, het is maar 4 graden en dan zou je zeggen in de winter is dat helemaal niet zo koud, 4 graden, maar ik kan je vertellen, ik vind het nu wel koud. Dus ik heb zelfs mijn winterjas al aan en ik heb zelfs een shirt met een hoge kraag aan. Ik vind het gewoon koud. Het is Veroon en mij gelukt. We zijn bij de Arkenhoeve. Alles is goed gegaan. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik vond het best spannend eigenlijk. Ja, niet het rijden en zo, maar het inzetten. Eén paard, niemand bij me. Dus nou ja, op de Arkenhoeve is altijd wel iemand. Dus dat maakt het alweer simpeler. Dus het is gelukt. En nu heb ik springles. Dat is natuurlijk weer van andere orde van grootte. Want ja, het is de eerste keer dat ik springles heb hier. Dan heb ik wel gezien hoe... Danielle dat bij, hoe heet ze, bij Tessje doet, dus dan heb ik er wel vertrouwen in. Maar toch is het wel een beetje spannend. Dan krijgen we nu het volgende punt, alleen voor hem eruit halen. Nou ja, ik zou hulp kunnen vragen hoor. Maar ja, ik ga het gewoon proberen. Waarschijnlijk heeft ze, ze heeft waarschijnlijk gepoept. Dus ik ga gelijk maar even eerst de poepschep halen. Die staan hier altijd vrij dichtbij met hele schattige kleine bezempjes. Dat vind ik persoonlijk heel fijn, zo'n klein bezempje. Ja, waar je al niet druk over kan maken. Ja, soms ben je gewoon een beetje zin. Oh, ze is nu aan het poepen. Bedankt, vrouw. Zo. Dus nou, ik heb de lange standaard hier niet... Oh, die heb ik wel. Ik ga de lange standaard pakken. Dan kunnen jullie het zien. Waspak. Oh...
Nog een borstel, want je bent helemaal vies weer. Het is ons dus gelukt. We zijn helemaal alleen uit de trailer. Goedemorgen. Vooral en ik hebben heerlijk gesprongen. Dat was echt gaaf. Weer wat andere dingetjes gedaan. Dus dat vind ik sowieso heel leuk. Hier hebben ze warm water. Dus ik heb er heerlijk gewassen. Nou ja, niet gewassen. Afgespoeld met warm water. Alleen ben ik zelf ook zeiknat. Dus dat is minder handig. Ik ben niet zo goed met een spuit zonder kop. Het is gewoon een slang. Dus daar moet ik nog even aan wennen. Ik ga het terug in de trailer zetten. En dan gaan we zo naar huis. Alleen ga ik eerst nog even met Steve aan de slag voor... Steve. Dat dus. We zijn met het manege vandaag niet alleen, maar we zijn met het zwarte monster. Ja, jij bent het zwarte monster. Ze is heel happy, denk ik. Ga maar even. Ja. Kijk eens, Blondie. Wie is dit nou? Wie is dat nou? Knappe pony. Zo. Nou, zullen we dat drukke ding maar meenemen? Ja, ga zeg je naar binnen ze. Met haar? Ja. Oké, okay, mijn moeder zegt... Het is denk ik wel goed. Nou, het is beter. Maar ik durf het nog niet helemaal aan. Dat ga ik eraf knippen. Ik moet even een schaar pakken. Kom er gewoon niet doorheen. Zo, ja. Oké, okay, ik heb het gedaan. Die zag het moment niet. Maar kijk hoe kort. Ik ga hem nu even goed knippen, want... Het is dezelfde dag dat ze ging springen, maar de springles is er niet. Maar Jordi is er. Jordi is springruiter. Die heeft ook springpaarden. En nu hebben ze een heel leuk idee bedacht. Eerst gaat een van de twee een parcoursje springen. En dan gaat de ander vertellen wat ze ervan vonden, wat er beter kan. Dus Jordi gaat aan Tessa vertellen wat er beter kan. En Tessa gaat aan Jordi vertellen wat er beter kan. Dus dit is echt leuk. Nou, we gaan het meemaken. Oh, ja. Ja. Oké, okay, we gaan van 1. Ja. We gaan naar 2, 3. Ja. We gaan naar 19. Juist. Dan gaan we naar 6, 7. Ja, 5, 6, 7. 7. En dan 10. Vertel maar, Tess. Nou, ik heb er niet heel veel aan te merken. Maar ik heb het even besproken. Ja. En ik heb geleerd, als je over een sprong heen gaat, dat je dan met je handen mee moet gaan. Alleen jij hield je handen hier. Is daar nog een reden voor? Of? Bij mij zit daar eigenlijk... Nog een keer. Sorry. Sorry, is geen YouTube-paard. Sorry. Wat je zegt, heb je eigenlijk helemaal gelijk in. Ja. Je moet eigenlijk altijd zorgen dat je op de sprong meegaat. De reden waarom ik het nu wat minder doe, is omdat... Dit paard is best wel een groot paard, er zijn hele lage sprongetjes voor hem, hè. En deze wil zichzelf nog wel eens heel graag zo met zijn neus eruit drukken. Ja. En eigenlijk was ik nu gewoon zo'n beetje laag aan het spelen met hem en probeer hem toch elke keer weer daar en hem dan niet te veel ruimte te geven. Maar het klopt wel wat je zegt. Okay. Hey. Zonder dat je handen beweegt, kun je zo je armen fladderen. Vrijdag vandaag, gisteren mijn camera compleet kapot laten vallen. Dus met mijn telefoon, want al mijn camera ben ik vergeten. Lekker gesprongen, maar volgens mij heeft ze last van haar buik. Zeker in het begin zag ik dat. En de afgelopen dagen had ik ook steeds het idee al dat ze wat last van haar buik heeft. Dus ze krijgt Colosan van Ecostyle. En we gaan een keer piedekken op de Bukas. En dan gaat ze de molen in, zodat ze nog wat extra kan bewegen. En dat de darmen goed op gang kunnen komen. Waar het aan ligt? Geen idee. Sorry. Ik heb net springles gehad, dat ging super goed. Ik heb met Verona volgens mij een meter gesprongen. Ja, zoiets. Misschien iets hoger. Dat is wel gaaf. Ja. Jij vond het niet zo gaaf volgens mij. Ja, ik vond het echt wel goed gaaf. Oké. Ja. Niet een beetje van, is dat niet een beetje te hoog? Nee, prima. Nee. Ik vond het dus heel goed gaan. Moeders, jij ook toch? Ja, het ging heel goed. Super trots op mij en op Verona.